Yo mensen, Jonas hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Life Golden RPG 7. In deze serie probeer ik natuurlijk mijn RPG of mijn Rocket Launcher of hoe je het ook wil noemen goud te halen. En op dit moment moeten wij nog een paar impact kills, nou ja die halen we vanzelf, daar gaan we niet echt te veel op letten. Maar wat wij nog meer moeten halen is natuurlijk het uit de lucht schieten van een aircraft. En daarom speel ik nu Groundwork Kill Confirmed op de map Yemen. En wat ik nog meer moet doen is ik moet natuurlijk een triple kill krijgen. Dus het gaat echt heel erg moeilijk worden om deze serie te voltooien. Vorige keer speelden we hardcore, dat ging helemaal niet goed. Dat weten jullie denk ik nog wel. Nu spelen we gewoon normale core. Dat houdt in dat ze weer flakjacken kunnen gebruiken zoals die gozer. En dat houdt ze ook in dat dat weer moeilijker gaat worden. Omdat ze dan natuurlijk niet doodgaan door één kogel. Ik heb ze hier vooraan staan. Dus wie weet gaat dat ook een beetje tot zijn werk komen. Of weet ik hoe je het wil noemen. Maar dan moeten we achter zien te komen. Daar zit iemand binnen te camp, maar die RPG die wijkt natuurlijk weer keihard af. Dus ja, het wordt heel goed opletten, daar komt het op neer. Krijg je dat zien alleen maar hitmarken, dat is heel erg leuk allemaal, maar niet eens. Dus dan pakken we maar even een wapen van de grond op. Zo, we hebben weer een paar kills. Nee, we moeten even zorgen, want daar wil ik eigenlijk deze aflevering aan gaan besteden. Om natuurlijk te kijken hoe die kogel vliegt dan. Om natuurlijk een... serieus? Serieus Call of Duty, ik loop daar en die... Oh my god. Ik wil deze aflevering gaan besteden om een aircraft uit de lucht te gaan schieten. Dus daarna speel ik ground war, want dan krijg je natuurlijk als het goed is veel streaks tegen je. En als het goed is kan je dan natuurlijk ook makkelijker een streak uit de lucht gaan knallen. Dus ik hoop... Ah, flak jacket, fucking hell. Dus ik hoop dat ze eventjes een UAV'tje halen of een account UAV'tje halen. Of misschien wel een stealth chopper halen, de enemies. En dan kan ik dat natuurlijk uit de lucht gaan schieten. En daar kunnen we dan natuurlijk weer iets mee proberen te doen. En... Ik kreeg nog niet een hitmarker man met die RPG, omdat hij op dat kuttrappetje kwam. Dat vind ik ook niet aardig jongens, kom op. Gun mij eens een keer zoiets, kan het niet. Loop er doorheen. Ah, daar kwam niemand, shit. Nee, die triple kill ga ik ook gewoon nog steeds voor. Ik heb nu een C4 erbij aanstaan, dus misschien gaat het dan natuurlijk wat makkelijker. Want wie weet kan ik ook wel... wie weet kan ik ook wel gewoon een kill maken met de C4 tussendoor. En dan twee kills met de RPG, want ik heb natuurlijk maar twee kogels. Maar dat weet ik nog niet zeker. Maar... Niet in mijn rug komen. Hitmarker, serieus. Vriend, kom hier. Die voor je. Niet in mijn rug komen, man. Dat vind ik niet aardig. Ik vind het niet aardig als je in mijn rug komt, ja? Die voor je. Oké, we gaan op zich wel lekker. Alleen ze hebben volgens mij nog steeds geen UAV gehaald, die enemies. Dus ik weet niet waar ze mee bezig zijn. Maar misschien enemies. Kom maar naar binnen. Kom. Kom. Er zit er één naast me. Misschien is het handig. Zitten er drie naast me. Misschien is het handig om een... Oh, you fucking... Kidding me? Misschien is het handig om een UAV te halen, enemies. Dat wou ik al de hele tijd zeggen, maar die fangs die kwamen niet naar binnen ofzo. Ze wisten dat ik hier zat, maar ze kwamen niet. Mooie kill teammate. Je moet even gaan opletten, want nu weet ik niet meer waar ze spannen. Daar. Nee. Ik krijg wel eens een hitmarker meer. Oh, jongens. Vang deze op dan. Dankjewel, zo doen wij dat. Oké. Dan maar even op een makkelijke manier met de C4's en dan is hij ook dood. En oh, nu spant hij daar weer. Die twee, go! Ah! Shit man, hebben ze nou een UAV gehad die enemies? Moet ik 3 jaar gaan wachten tot ze eindelijk iets hebben? Komt dus hier vooraan, maat. Jammer. Komt er RPG aan, vriend. Oh wat, zie je weer geen hitmarker? Dat ding was recht op hem. En die vent van mijn team die killed hem pas toen mijn RPG kogel al was gevlogen. En we hebben een orbital. Ah, oh, we hebben een orbital. Ik hoop niet dat ze gaan racen, want dat is niet zo mooi namelijk. Dat weet je natuurlijk ook maar nooit. En alles wordt... Nee, dan ben ik weer dood. Alles wordt voor mijn kop gekillstuurd, man. Kom op, gun mij die kills met die RPG's, teammate. Komt ie. Ja, natuurlijk, door het raampje heen. Dat is echt gewoon een kans op van 1 op 20.000, man. Dat is niet normaal. Die kills voor mij. Die kills niet voor mij, want die flexjacket. Sorry, teammate, ik probeerde je te helpen, maar ja. Dat is kut. Dan loopt er volgens mij maar 1 met... Oh shit. Dan loopt er volgens mij maar 1 van hun met flexjacket rond. Dus we hebben ook maar van 1 iemand last. Maar ik kom hier helemaal die spanning meer in. En hebben die enemies... Ik ga even in de lucht kijken, want ik vertrouw het echt niet. Ze hebben toch al iets gehaald. Ja, hier. Komt-ie. Ja. Nee, man. Bullshit. Kom op, doe het. Ja. Oh! Nee, man. Die was serieus. Nee. Die was raak. Geef... Nee, en nu mijn team met een loadstar, jongens. Doe dat... Oh, doe dat nou niet, man. Doe dat alsjeblieft gewoon niet. Kut dingen altijd. Nou, gun mij even die triple kill, want ze zitten hier namelijk allemaal te campen. Teammate, gun mij de trip. Laat maar zitten. Teammate heeft al alles gekillt. En ik heb de camper. Heeft hij een loser aanstaan. Wauw, man.
Jongens, zeg maar bye bye tegen de scorestreaks in de lucht. En zeg maar bye bye tegen mijn triple kill, want het gaat zo niet lukken. Heeft hij een loadstar? En dan word ik gekilled door de camper. Oh nee, man. Nee, god gloeide. Hey! Ah, kill hem! Goed zo, teammate! Hij ligt hier, teammate, kom! Teammate, kom, kill hem! En teammate! Ah, jammer, teammate! Oh, oh, oh! Holy shit! Was ik bijna dood, ouwe? Dat ging niet helemaal volgens mijn plannetje, maar goed. We hebben het overleefd, ik word nu wel op kaart beschoten, maar goed. Ik heb een crossbow, jongens, kijk uit. Oh. Ik heb geoefend met de crossbow, maar nog steeds schiet ik scheef, joh. Maar dit is kut, man. Ik kan hier niks aan doen. En hij heeft ook nog een fiet op. Rot nou eens op, man, met je flag jacket. Even, serie. Juist. We hebben een camo unlocked voor iets. We hebben voor iets een camo unlocked, maar ik weet niet welke camo. Ik heb geen flauw idee. Maar dit is kut, man. Die teammate van ons heeft al zijn streaks gehaald. Daardoor heb ik nu helemaal niks meer tegen me in de lucht zitten. Wat ik natuurlijk ook uit de lucht kan schieten. En iedereen zit te campen, dus mijn triple kill die kan ik ook wel vergeten. Ik heb gewoon... Dit is niet meer leuk. Ik heb gewoon bijna evenveel kills als mijn teammate. Mijn teammate heeft een orbital gehad. Ik natuurlijk ook. Mijn teammate heeft een fetal warship gehad. En mijn teammate heeft een loadstar gehad. En ik heb gewoon bijna evenveel kills als hem met een motherfucking RPG. Teammate, waar de fuck ben je mee bezig? Oh, dat is wel heel slecht van die gozer. Yep, ik heb weer een kill. En ik heb nog een keer... Ja, hij flex jacket. Shit, man. Blijf mijn tactical maar... Ja, ik word gesniped. Ik blijf mijn tactical maar de hele tijd gooien in de hoop dat ik iets kan doen op die bepaalde plek. Maar het gaat dan niet echt waarvan je zegt van... Oeh, jippie. Kijk, ik heb weer een nieuwe RPG kogel. Dat was een double kill. Ik moet een triple kill hebben, jongens. Geen double kill. Dat heb ik niet. Campertjes. Hey, hey. Oh shit. UAV on standby. Yay! Yay! Rennen! Ah! Mijn teammate liep ook achter me aan, volgens mij, of niet? Wat de heck? Oh, kijk uit! Oh my god, kut. Mijn tactical, Kut, sorry. Oprotte maat. Oké, ik heb nu wel scorestreaks, maar de enemies. Komt ie! Maar de. Ik word door de muur hebben geschoten, what the fuck. Maar de enemies moeten hem ook even halen, man. Enemies, kunnen jullie niet even iets halen of zo? Dan zit hij hier weer te campen, hoor. Komt ie! Yo! Komt ie! Nee, komt ie! Yep! Dit is kut, hebben ze nou iets? ze halen gewoon geen scorestreak, die enemies! Dan kan ik toch ook niks uit de lucht knallen, jongens? Ik wil iets uit de lucht kunnen knallen in deze aflevering. Maar de enemies hebben... ze hebben volgens mij pas één miserig UAV'tje gehaald en that's it! That's it, het hele potje! Eén miserig kut UAV'tje! Oh nee, ik hoor de UAV, ik hoor hem! Ben je er nog? Of ben je dood? Hij zal wel dood zijn. Ah nee, hij zit er nog wel. Waar ben je dan? Ah, in mijn zijkant. Oké, ze hebben een UAV, man. Oké, dit komt goed uit. Waar is de UAV van? Daar. Oh, die vliegt best wel laag. RPG, alsjeblieft. Vlieg nou gewoon normaal, man. Gaat hij raak? Nee, C4. Kut, sorry. Kut. Dat ding blijft ook niet zo lang, dus ik moet het even snel doen. Blijf vliegen. Nee, godverdomme. Ik moet een keertje echt in een kutteam komen. Gewoon echt letterlijk een kutteam. Als ik in één groot kutteam kan komen, dankjewel. Dan kan ik stealth choppers counter UAV. Dan kan ik stealth choppers tegen me krijgen en kijk hoeveel er nu in de lucht hangt. Als ik nu die raak, ik had die bijna. Ik had dat ding bijna. Nee, niet doen. Ik had dat ding bijna, man. Kijk hoeveel er nu in de lucht vliegt. Ik ga gewoon schieten. Ik raak vanzelf wel iets. Gewoon gaan schieten nu. Nee, het potje zit... Serie fucking jeus. Eindelijk kan ik iets uit de lucht schieten. Eindelijk zie ik vier dingen vliegen. Twee UAV's, twee counter UAV's. Ik dacht, we gaan het uit de lucht knallen. Dit is onze kans. Is het potje afgelopen? En ik heb gewoon evenveel kills als mijn teammate. Hij heeft twee kills meer en hij heeft een Fear to Worship en een Lowstar gehad. Hey maat, let's go. En we hebben wel een camo gehaald voor de RPG. Nice. En we hebben ook met de Combat Knife camel gehaald, maar dat maakt niet zoveel uit. Maar we hebben de 10 impact kills gehaald, man. Awesome. Dan hebben we dus nu ook de carbon fiber camel. Dus we hoeven nu alleen nog maar het aircraft uit de lucht te schieten. En ja, de triple kill. Hoe ga ik fucking triple kill halen? Heb ik in dit potje een triple kill gehaald, of niet? Even kijken hoor, waar mijn medals? Nee, alleen maar double kills. Daar heb ik niks aan, jongens. Ik moet een triple kill krijgen. Nou ja, mensen, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. We hebben wel weer de camel erbij gehaald, maar ja... De enemies haalden geen scorestreaks. En het was eigenlijk een aflevering bedoeld om scorestreaks uit de lucht te schieten. Maar ja, ze haalden niks.
Ze hadden helemaal niks. Ze hadden één missig UAV'tje tot aan het einde. Toen was het potje afgelopen. Maar ja. Als jullie hebben genoten van deze aflevering, geef een duimpje omhoog natuurlijk. En tot en met de volgende aflevering. Vorige aflevering staat ook nog in de beschrijving. En bye bye mensen. En ik lief deze lobby, want Aftermath is een kut, man. Doei. Bye bye.